vuurwerk, vuurwerkangst en vuurwerkirritatie. Het zijn woorden die je deze periode heel veel langs ziet komen op de socials. En het is logisch, want we zitten midden in de tijd voor oud en nieuw. En ja, er wordt helemaal al vuurwerk afgestoken. En hoe verder we naar het oud en nieuw gaan, hoe meer we dat naderen, hoe meer vuurwerk er afgestoken wordt. Tot natuurlijk op het moment suprême om 12 uur. En onze honden hebben daar heel veel last van. En waarschijnlijk als je een hond hebt die vuurwerkangst heeft of die onzeker is, die snel schrikt, dan voel je als mens zijnde ook die spanning. Misschien ben je er zelfs wel heel erg gestrest over. In deze video wil ik het hebben over hoe je nou in rust blijft en waarom het zo belangrijk is en wat er ook gebeurt. Het is logisch op het moment dat we een knal horen, hè, en zeker als dat dichtbij is of heel erg hard, dat je schrikt. Dat is een eerste reactie. Dat is voor ons mens zo, dat is voor onze dieren ook zo. Voor dieren in de natuur is het zo dat ze schrikken en weer herstellen. Op het moment dat er natuurlijk heel veel knallen zijn, dan kan die schrik, die angst wat langer duren. Maar zodra dat weer rustig is, vloeit die angst weer af. Stabiliseert, harmoniseert het lichaam weer en komt er weer balans in het systeem en weer ontspanning. Wat gebeurt er nou op het moment dat je angstig bent al bij de eerste knallen en angstig blijft? Nou, bij mensen, wat er bij mensen gebeurt is, en dat zie je waarschijnlijk zelf ook al op de socials gebeuren en in de media, is dat we er een issue van maken. En hiermee zeg ik niet dat het oké is. Het is natuurlijk heel, heel erg vervelend. En zelfs zijn er knallen die echt, ja, dat je denkt, waarom wordt het niet verboden? Natuurlijk. Alleen, wat is helpend? Wat is meer helpend? Om je daar boos en gefrustreerd over te blijven maken? Of om jezelf weer in rust te brengen? Waardoor de energie ook uitstraalt dat het veilig is, dat het oké is. Hoewel je natuurlijk in je hoofd best wel weet dat heel veel niet oké is. Maar het helpt niet om je daar boos of gefrustreerd over te maken. Een eerste reactie is heel logisch, is heel natuurlijk. Maar wat doe je er vervolgens mee? Dus op het moment dat die eerste boosheid, die eerste schrik er is, laat die ook weer los. En op het moment dat we er meer over gaan denken en vinden van ja, zie, het is wel heel erg, daar met anderen over gaan praten, maken we het eigenlijk alleen maar groter. Dus ik wil je helpen om hier A, bewust van te worden, nou misschien al met deze video. Dit kan ook heel veel weerstand geven. Hè? Misschien voel je in jezelf ook al een jamaar, jamaar, jamaar. Dat is helemaal oké, maar probeer je eens open te stellen voor een andere mogelijkheid. Hoe zou het zijn als je jezelf in rust kan brengen, als je je bewust wordt van hey, de gedachten die ik nu heb en die ik eigenlijk cultiveer, wat gebeurt er dan met mijn emotie? En op het moment dat die emotie heftiger wordt, de boosheid wordt meer, de frustratie wordt meer, misschien angst, ook met angst werkt het zo, het komt, het gaat en het vloeit weer weg. Maar op het moment dat onze gedachten eigenlijk met ons aan de haal gaan en je daar ook nog in gelooft en dat blijft cultiveren, wordt die angst alleen maar erger. En op een gegeven moment durf je misschien niet eens meer de straat op. Nou, zo geldt dat voor onze honden ook. Ja, dus op het moment dat onze hond in die angst blijft, veelal omdat wij mensen er een groot issue van maken, durft je hond op een gegeven moment niet meer de straat op. En als je hond niet de straat op wil op het moment dat er veel vuurwerk is, is dat een hele natuurlijke reactie. Ja, dus dan is het zaak om te kijken van, goh, kan ik echt de tijd dat het rustig is met mijn hond op straat gaan, al van tevoren. Hè, dat je al preventief zorgt dat je hond geen ervaring krijgt van heel veel vuurwerk. En dus op oudjaarsavond ga gewoon niet met je hond naar buiten na 7 uur. En dus de sleutel ligt bij ons, bij jezelf, bij ons als mens. Hoe gaan we hiermee om? Wil je hier rustiger, meer ontspanning in voelen? Dan nodig ik je uit voor de hond en vuurwerk relax cursus. Maar daarnaast geef ik ook elke dag op de socials, op Facebook, op Instagram, een tip. Ja, om deze
periode van vuurwerk door te komen. Zo ontspannen mogelijk. En als je voelt van, hey, ik wil daar wat meer begeleiding in, dan heb ik een meditatie gemaakt, rust ervaren, om jou te begeleiden, om meer en meer in je lichaam te zakken en ja, daar in die rust te komen. Die meditatie krijg je dan samen met de tips elke dag en nog een stukje extra advies in je mailbox. Dus klik ergens op de link om die te ontvangen of meld je aan voor de Hond en Vuurwerk Relax cursus. Dan zie ik je heel graag heel snel. Hoi, fijne dag!